De politie en brandweer deden woensdagochtend onderzoek naar gemelde stankoverlast bij de Anak Autowas aan de Rozenburgweg in Nijmegen. Op videobeelden zagen medewerkers dat er in de nacht van dinsdag op woensdag iets was gedumpt bij de wasboxen van het tankstation. Mogelijk gaat het erbij om vloeistof uit een aantal jerrycans. De waterafvoer bij de wasboxen wordt leeggepompt. Dat gebeurt sowieso periodiek, maar nu een week eerder dan gepland. De politie neemt geen monsters van het afvalwater omdat niet te achterhalen is of het om chemicaliën van de wasstraat gaat of over chemicaliën van mogelijk drugsafval. De Anak blijft woensdag de hele dag gesloten.